President Chandrika Prasad Santokhi heeft samen met de First Lady en een ministeriële delegatie de viering van de Nationale Dag van Suriname bijgewoond op de Wereldtentoonstelling 2020 Dubai. De Nationale Week van de Dubai Expo is vandaag van start gegaan met onder andere een cultureel optreden van Suriname. President Santokhi is ingenomen dat de Dubai Expo 2020 mogelijkheden biedt voor bedrijfsorganisaties en hun stakeholders om partnerschappen aan te gaan en ondernemerschap te promoten. Deze expo kan ook voor ons land veel opleveren, aangezien onze economie gestoeld is op olie, gas, goud, landbouw en toerisme. De regering heeft ervoor gekozen om een beleid te voeren waarbij kennis en internationale connectiviteit de verdere ontwikkeling van Suriname moeten ondersteunen. Through this unique global platform, we wish to promote Suriname as an attractive and profitable international business and supply chain hub. We aim to achieve institutional excellence and efficient management of our resources. Furthermore, ladies and gentlemen, we wish to attract investments, forge agreements, and promote effective and efficient international cooperation. With this sincere resolve, combined with our immense export potential, I believe that this is the best time to invest in Suriname. We welcome potential investors and business partners at this stage. With the significant oil and gas prospects of Suriname and the potential to repeat the exploration success of the world's leading oil producers, we are a great asset for the world. De president gaf aan dat Suriname veel te bieden heeft in de agrarische sector. Hij zei dat ons land 3 miljoen hectare aan vruchtbaar bos en een overvloed aan zoetwaterbronnen heeft. Dit is de potentie die we als land bezitten om een groei door te maken in de agrarische en aquacultuur. This sector needs to be transformed by development of value change for different crops and products where there is enough room for business farmers from abroad. Suriname can assist many countries in securing food supplies for many decades to come. The agriculture sector provides the local market with food, while some products are being exported like rice, banana, and seafood. In rural areas, the sector is the largest employer. One of the main goals of our agriculture policy is to implement measures which should guarantee food and nutrition security and sustainability in agriculture production and processing. De president gaf aan dat Suriname uitkijkt naar meer ideeën om haar productie te stimuleren en naar mogelijkheden om naar Dubai te kunnen exporteren. We nemen deel aan de expo met als boodschap: Suriname is open voor business, benadrukte president Santokhi in Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.